Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft afgelopen woensdag het startsein gegeven voor de uitvoering van het project Capaciteitsversterking en ontwikkeling van een geïntegreerde organisatorische ontwikkelingsprogramma. Dit programma wordt met ondersteuning van het VN-ontwikkelingsfonds, UNDP en United Nations Resident Coordinator Office uitgevoerd. Het project loopt tot en met april 2018. De mondiale ontwikkelingen vragen de aandacht voor verdere en continue professionalisering van de organisatie en het personeel. Dit betekent dat de organisatie, als ook het personeel, voortdurend en integraal versterkt moeten worden. Tijdens de eerste sessie hebben de participanten, bestaande uit de minister en haar staf, de basis gelegd voor het strategisch plan en het integraal organisatieontwikkelingsprogramma. Voorts zijn de participanten in dit traject getraind en op de werkvloer begeleid. De komende maanden volgen er meerdere sessies waarbij de staf en het overig personeel van het ministerie intensief betrokken zullen worden. Aldus een bericht afkomstig van het Nationaal Informatie Instituut.